Het universum splitst. Nu zijn er twee Harley Quinns. In het eerste universum ontmoeten we de blutte versie van de Harley Quinn. Ze maakt er een pruik voor zichzelf door haar hoofd in folie te wikkelen. Doe er een opgedroogd vochtig doekje omheen en doe er een lijm op. Knip het bij. En de hoed is klaar. De draden veranderen in een nieuw kapsel. Ze wordt weer blond. Ik heb een pony nodig. Dat is veel beter. De paardenstaarten worden vastgezet met bindgaren. Harley verft haar haar zelf. Het lijkt erop dat ze haar haar weer moet verven. Onze Harley houdt van felle make-up. Haar ogen fonkelen met doodshoofden. Een katoenen t-shirt houdt haar bewegingen niet tegen. Je kunt zien dat Harley het al een tijdje heeft. De opdruk is vervaagd, maar je kunt het nog steeds zien. Niemand kan een tatoeage beter zetten dan ik. Je kunt het tatoeage zien door haar panty. Haar korte broek past bij haar make-up en haar haar. Deze plateau sneakers hebben al veel meegemaakt. Heb ik mijn panty gescheurd? Het is een look, je snapt het gewoon niet. De knuppel is altijd over haar schouder. Volgens Harley heeft ze een prachtig huis onder de brug. Maar vraag haar niet haar te bezoeken. Harley houdt niet van gasten. De hanen van Lollytown verwelkomen een nieuwe dag. Het lijkt erop dat Harley geen ochtendmens is. Nee, nog 5 minuten, alsjeblieft. Oké, jij wint. Ik sta op. Oh, het water is te koud. Wie is dat mooie meisje die daarmee in de spiegel kijkt? Dumpsters in de buurt van een Starbucks zitten vol met lekkere snacks. Deze hamburger smaakt nog steeds goed. Rijke Harley draagt een korset. Laat een schabloon tekenen en contouren maken. Lijm er een stuk klittenband op. Het korset past haar perfect. Trek de blauwe en rode tulle zo aan. De helften worden een grote rok. Een gouden elastische lint gaat om haar middel. De knopen zijn fonkelend. En de snit is bedekt met glinsterende versieringen. Onze ontwerpers zullen de mooiste accessoires van veren en strass maken. Nu ziet het er perfect uit. Er is een kristal op haar taille. De rok is ook glitterig. Make-up artiesten brengen glinsterende oogschaduw en lipgloss aan. En ze heeft ook wat woorden op haar gezicht. Kijk eens naar die lange blonde lokken. De uiteinden bijknippen. En coloristen zullen haar haar verven met de beste producten. Harley heeft een prachtig huis. Het is het juiste huis voor mij. Maar mijn make-up kunstenaars vergaten mijn wenkbrauwen. Helga! Ja, mevrouw? Maak mijn make-up. Schiet op! De assistent deed het geweldig en Harley kon haar ogen niet van zichzelf afhouden. Er zijn zoveel designers stukken hier, maar er mist iets. Geld! Het beste soort van decoratie. Wow. Ik hou van zwemmen in dollars. Springen en twirlen. Oh, rijk zijn is zo vermoeiend. Vorm een strook golfkarton tot een rol. Bedek de bovenkant en de onderkant met een paar cirkels. Voeg een grote spijker toe als handvat. De hamer is versierd met een opdruk van circusdiamanten. En een glimlach. Satijnen lint wikkelt zich rond het handvat als een tornado. Het is een gevaarlijk wapen. Waar is mijn lieve vriend? Ik mis je. Kom hier. Mijn favoriete hamer. En hier is mijn knuppel. Perfecte combi. Kijk uit, wereld. Harley komt voor jou. Al de beste economen bevelen Lalilubank aan. Ik zal een lening nemen voor een klein bedrijfsproject. Hallo, ik ben hier om over zaken te praten. Jonge dame, je mag je hamer hier niet meenemen. Oh, het is oneerlijk. Misschien moet ik de volgende keer mijn knuppel meenemen. Rijke Harley houdt van goud. Kruisvormige oorbellen met diamanten en parels zullen haar gelukkig maken. Gouden kettingen bedekken haar nek. Er hangt zelfs een zak vol goud aan een van hen. Ringen en armbanden zijn overal op haar handen. Ik kan het me veroorloven. Hallo? Ja, ik kom eraan. Harley heeft een belangrijke vergadering. Ze moet er professioneel uitzien. De assistent doet een grote ketting om haar nek.
Het is niet genoeg. Geef me al het goud. Oh, hoe gaat het eindigen? Harley kan nauwelijks rechtop staan met al deze accessoires. Oeps, laten we alleen het beste goud en diamanten overhouden. Harley is eindelijk gelukkig. Soms moet je een compromis sluiten. Ik moet naar mijn vergadering. Helga, ik laat jou de leiding hebben. Maak een cilinderkist van ruw linnen. Bedek de bodem met elastisch kunstleer. Een bokzak wordt gevuld met zand. Maak het bovenste deel vast. Bevestig ringen om de zak op te hangen. De kettingen moeten sterk genoeg zijn. De schedel zegt gevaar. Er is niemand in de buurt. Geweldig! Ik heb alleen een beetje zand nodig. Niemand zal het merken. Het leven van een crimineel is echt stressvol. Ik zal zelf een boksbal maken. Dat is makkelijk. Vul de zak met zand en sla zoveel je wilt. Ik moet gewoon voorzichtig zijn, anders kan ik me bezeren. Oh, ik voel me zo goed na een goede training. Deze plastic koffer krijgt een nieuw leven. Verf het en bedek het met glitter. Versier het met de zin Papa's kleine monster. En Harley Quinn's logo komt op de achterkant. Gouden handvatten en ritsen zijn gewoon leuke dingen om te hebben als je rijk bent. De binnenlaag is zacht. Er zitten gouden sleutelhangers aan het handvat. Het is geen verrassing, de koffer zit vol met geld. Je zou hem nooit kunnen verwisselen met een ander op het vliegveld. Vandaag is de grote opening van Harley's nieuwe boutique. Beroemdheden zullen alle spullen hier in een paar minuten kopen. Harley houdt een toespraak en knipt het lint door. We zijn open! Harley vindt het heerlijk om haar tijd in de showroom door te brengen. Hier is haar eerste klant. Ik ben een reisblogger. Ik wil een koffer. Je kan er hier een paar vinden. De klant zag een roze koffer. Dat zou te klein zijn voor mij. Yes! De koffer ging open en er zat een hoop geld in. Oh nee, mijn koffer! Harley kan niet geloven dat iemand haar koffer heeft aangeraakt. Haar assistente kan niet geloven in welke situatie ze zit. En de klant heeft nog nooit zoveel geld gezien. Harley pakte haar koffer en haastte zich om al het geld op haar rekening te zetten. De klant koos uiteindelijk een tas. Alles liep goed af. Bye. Een draadframe breekt niet. Het kan alleen een beetje buigen. Harley is niet erg voorzichtig met haar spullen. Zelfs met een nieuwe bril. Als het hem niet breekt tijdens een gevecht, laat ze hem nu vallen. Oeps, mijn montuur is oké. Hoewel, en ik zal nieuwe glazen moeten toevoegen. Van tape. Harley ziet eruit als een zakenvrouw met deze bril. Sorry mevrouw, u heeft een slechte kredietgeschiedenis. Waar heb je het over? Ik heb een privé-eiland, een privé-jet en een herenhuis. We moeten u naar buiten begeleiden. U zult hiervoor boeten. Maak een masker voor de rijke Harley van glitterschuimpapier. Ik bezocht Mexico eens. Harley draagt een masker om zich te verbergen voor de paparazzi. Ik hoop dat mijn fans me niet herkennen. Ik zal eindelijk mijn geld op mijn rekening zetten. Het was een gewone dag bij de bank tot er een ongewone klant binnenkwam. Oh nee! Is dit een overval? Doe je handen naar beneden, ben je gek? Ik kom een rekening openen. Oh, onze excuses. We geven u een hoger rendement op onze storting. Zeker met zo'n bedrag. Harley tekende de papieren zonder er zelfs maar over na te denken. Ben jij de tasontwerpster, Harley Quinn? Ik ben je grootste fan. Een van de klanten van de bank vroeg om Harley's handtekening op haar rekening. Zelfs het masker kon me niet beschermen tegen herkenning. Deze plastic container zal van pas komen. Verf het. Een paar rietjes zullen de assen van de wielen worden. Bedek de bodem van de bak voor meer bescherming. Er is ook een laag schuimpapier aan de binnenkant. Wielen van een oude bulldozer zullen voor de bak brengen. Daar zijn ze voor. Een detail met een ketting wordt een handig handvat. Knip een aluminium bord uit. Pas op, eigendom van Harley Quinn, zegt de tekst. Blijf uit de buurt! Dumpsters zijn zo ondergewaardeerd. Je kan hier zoveel coole dingen vinden. Ik zet het gewoon in mijn lade.
Alles zal van pas komen. De bak is sterk genoeg. Een vindingrijk iemand kan nieuwe dingen maken uit het niets. Er lag een lashelm op de bouwplaats. Laten we soldeerbout pakken en aan de slag gaan. Het is me gelukt! Ik zal mijn project voor anderen verbergen. Je zult op het nieuws te weten komen wat het is. Teken een geldpistool. Een deel van een spies wordt aan de gouden handvat. Versier de buitenkant met glitters en tekst. Laat het met geld. Je hebt geen vergunning nodig voor dit wapen. Harley loopt door de straten en vult straten met geld. Ze heeft alles wat ze wilt. Waarom niet een kans geven naar anderen? Pew pew, geld komt naar jou! Yeah. Een straatartiest werd overladen met geld. Geldsneeuw, nu ben ik rijk. Ik ga een album opnemen. We hebben vandaag zoveel avonturen beleefd. 1 Harley is goed, maar 2 zijn nog beter. Druk op like en abonneer op Lalilu. En je komt te weten wat onze poppen de volgende keer gaan doen.